Yo mensen van Dit is een Gaming kanaal. En de kijkers van Ronald, hallo. Ja, hi. En waarom zijn we hier? Wel, er is iets met Jeroen gebeurd en Jordi gaat het nu uitleggen. Ja, nou Jeroen, misschien kennen jullie het kanaal van Gratis Game van Jeroen Gratis Game TV. Hij gaat ermee stoppen. Dat heeft privé redenen. Ja, het is echt gewoon echt erg. Ja, hij mag ook niet meer van zijn ouders. En daarom was hij laatst ook al uit de running, maar hij had ze nog overgehaald om er even door. Hij had een hele discussie op school met alle leerlingen over zijn kanaal. Ja. En nu kwam hij op het eindresultaat dat hij moest stoppen met zijn kanaal. Ja, het is echt super erg. En ja, het is erg vervelend allemaal. Dus zeg allemaal rip in peace, Gratis Game TV in de comments. Ja. Dus doe allemaal rip Gratis Game TV in de comments. Ja, het is echt gewoon best wel jammer. We vinden het ook gewoon best wel jammer, want wel Multicraft kunnen we nog niet meer opnemen. En tenzij hij dat nog wil natuurlijk, maar ik denk niet dat hij nog iets met YouTube te maken wil hebben. Hij had ook enorm veel haat via PM gekregen. En via Twitter ook via personal messages, om te zorgen dat andere mensen zoals wij het niet zouden zien. Dus ja. Maar het was dus wel erg vervelend, dus ga hem even supporten op Twitter en jezus. Ja, volg hem, Jeroen Verzij. Dat is een persoonlijke Twitter. Ja. En volg hem daarop. Hij tweet niet heel erg veel. Misschien heeft het daar ook mee te maken. Ja, en volg ons ook even nu je toch op Twitter bent. @ShadowGames en @ditisengamingkanaal. Ja. Dus ja, bij mij is @ShadowGames23 natuurlijk. Maar goed, whatever. Maar goed, laat even een duimpje omhoog achter voor Jeroen, mensen. Het is een goede vriend van ons. En wil je nog wat zeggen? Nee, niet echt. Ja, support Jeroen op Twitter. Ja, support Jeroen op Twitter. Volg hem daar, want wel op Twitter gaat hij denk ik wel door, maar ik denk niet op YouTube. Dus er komt nog wel een aankondigingsvideo binnenkort. En de reden dat hij niet in deze video is wel omdat hij dus gedonder heeft met zijn ouders, kon hij er niet op. Dus ja. Ja. En ja, dan zien we jullie later en rip Gratis Game TV. Ja, rip Gratis Game TV. Dus ja, later mensen.